Deze keer is de gast Diederik van Vleuten, cabaretier. En als je die opnames nog terugziet, dat meen je niet. Ja, dus je ziet wel mogelijk van die sjachtje af te zoen. Diederik was onderdeel van cabaretgroep Zak en As, waar ook Erik van Muiswinkel in zat. Later speelden Erik en hij ook nog jarenlang samen als duo. Daarna is Diederik solo verder gegaan als maker van cabaretvoorstellingen met heel veel humor en heel veel historie. Voor de crewmembers is er ook nog een bonusaflevering, waar Diederik onder andere in vertelt over zijn tijd als toetsenist bij Agda en de Munnik. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Diederik van Vleuten. Je zei net al toen we hierheen liepen, bij de première van Daar werd iets groots verricht, ging er een brandalarm af. Ja, dat is mijn favoriete. Laten we er gelijk goed mee beginnen. Ik was meteen door alle wateren gewassen. Dat was in Velzen. Dat was in 2010. En ik had nog nooit alleen op een podium gestaan. Natuurlijk nu een paar try-outs gespeeld, maar nu kwam de grote première met iets waarvan ik ook helemaal niet... Want even voor de mensen zonder voorkennis, jij daarvoor hebt heel lang gespeeld met Zak en As, met Erik van Muiswinkel en Justus van Oel. Daarna heel lang samen met Erik samen. Ja. Ook nog in verschillende muziekdingen gestaan. Met Arie van der Wulp ook nog samen gespeeld. Ja, dat is ook weer een grijs verleden. Ik heb niet voorbereid, maar wel een beetje. Ja. En toen ging je solo spelen met de voorstellingen in de vorm die je nu doet. Ja, en die vorm heeft zich vanzelf ontwikkeld. Toch wel aardig om te vertellen heel kort hoe dat zich ontwikkelt, voordat we bij het brandalarm komen. Ja. Want ik had met Erik van Muiswinkel het gesprek wat ieder duo op een gegeven moment heeft. Of je nou Nick of Simon of Simon en Garfunkel of wie dan ook heet. Je moet op een gegeven moment gaan we nog een vervolg maken. Ja. En als je het niet doet, heeft dat gevolgen voor niet alleen voor jezelf, maar ook voor de impresariaat en alles en al die. En daar kwamen we. Dat was in het theater, dat heette het Kruispunt. Dat wisten we van tevoren ook niet. Maar we zaten al een tijdje tegenaan te hakken en aan te hikken. En onze impresario zegt: ja, ik moet nu echt, jongens, ik moet gaan boeken. Wat gaan we doen? Dus ja. Nou, ik zeg Erik opgebeld van we moeten morgen naar Barendrecht. Laten we nou gewoon om 3:00 in de foyer. En dan weten we om 3:30 echt wel wat het is. Want we hebben er allebei toch ook al over nagedacht. Nou, toen zaten we daar in het theater Het Kruispunt. En toen nam in mijn herinnering Erik het woord. En die ging al gauw naar... ik denk dat we onze beste tijd gehad hebben. Zodat ik... niet hetzelfde hoeft te zeggen. Of in ieder geval te zeggen, ja, we kunnen misschien nog één maken. Maar, en alle mitsen en maren die daarmee samenhangen. Maar waar het om ging, is tijdens dat gesprek... waar onze telefoons uitstaan. En toen belde mijn vader mij op, weet ik pas na afloop. Dus die stond op mijn voicemail met de volgende boodschap. Diederik, zonder tegenbericht sta ik morgen voor jouw deur. Kom ik je wat brengen? Die boodschap die hoorde ik pas om 11:00 s'avonds na... de voorstelling in Barendrecht. We hadden besloten, nou, er komt geen nieuw programma meer. Dat is een emotionele avond. Ja. Want iedere zin krijgt een soort lading die de zin helemaal niet heeft. Maar als je tegen elkaar zegt op het podium tot morgen, dan voelt het al helemaal van, oh god. Dus dat was en we moesten, ik geloof dat we nog 30 moesten. Dus we hadden heel en toen hebben we ook nog zelfs een best of gespeeld. Dus we hebben heel rustig afscheid kunnen nemen. Was allemaal helemaal niet dramatisch. Nog altijd goede vrienden. Los daarvan, om 11:00 s'avonds op die parkeerplaats hoor ik dat bericht van mijn vader. Zonder tegenbericht sta ik morgen. En die stond op de stoep met 7 dozen met het Indisch archief van mijn familie. En dat heeft hij ingesproken op het moment dat wij aan het vergaderen waren. Wauw, ja, goed. Ik heb dat al vaker verteld in andere settings, maar het blijft een heel bijzonder verhaal. Ja, dat mooi. Dat moment waar het ene deurtje dicht ging, ging er... want ik lag wel die nacht ook wel in mijn bed. Van ja, dan ga stoppen met het vermuiswinkel. Erik zal het geld gedacht hebben. Wat nu? Ja, precies. Beton, want je zegt wel... En dan heb ik eindelijk tijd voor dit en eindelijk tijd voor dat. Maar dan moet het ook nog maar... En toen heeft zich toch kennelijk in mijn hoofd iets gevormd van... ja, ik moet iets anders gaan doen. Maar niet wetend wat. En er was ruimte om die dozen eens open te doen. Nou, lang verhaal kort. Daar vond ik de memoires van mijn oudoom Jan. Hele Indische geschiedenis. Geschiedenis van mijn Indische voorvaderen. 3 generaties in Nederlands-Indië. En dat, toen dacht ik... ik ga daarover praten in de kleinst mogelijke setting. En er komen alleen mensen die mij misschien kennen van Muiswinkel Vleuten. Ik had echt gerekend op zaaltjes van 80 man.
Klein Bellevue in Amsterdam. Ja. Dan ga ik gewoon vertellen wat die man heeft meegemaakt. Nou, dat programma is ontploft. Dat wist je niet van tevoren. Maar die première stond daar nogal wat op het spel natuurlijk. Want ja, je presenteert je als verteller, niet als cabaretier. Hoewel er ook behoorlijk gelachen werd. En ik was aan het spelen op die beroemde avond in Velsen. En toen, na 10 minuten, later 20 minuten zijn, weet ik niet meer precies. Ik hoorde het. En dan denk je eerst, ik ben waarschijnlijk de enige die dit hoort. Yeah. Maar ik dacht, ja, ik hoor het vrij hard. Dus ik legde de voorstelling stil. Ik zeg, ja, ik hoort u dit ook? Nou, de eerste 6 rijen, ja. En ik kijk zo, van waar zit de techniek? Nou, het was helemaal geen techniek. Ik zei, nou ja, ik kan de techniek. Ja, het spijt me. Ik ga nu op zoek waar dit alarm vandaan komt. Dus de hele voorstelling, ik loop het podium af. Niemand op het podium. Niemand ook. Ik trap af. Kom ik daar in de artiestenfoyer? Zit daar de volledige technische ploeg van Velzen? Nee. Zit naar PSV Atletico Madrid te kijken? Ik zeg, heren... Maar die horen daar toch ook dat alarm? Zij horen in de buurt van het podium te zijn. Dat sowieso. Als er 4 zijn, ja. Dan mag er 1, weet je wel. Al was het maar vanwege de brandreglementen. Maar ik moet wel zeggen, die technische ploeg, die, ja, ik ga toch gewoon zeggen, die deugt voor geen mee. Echt, en dat heeft de theaterdirecteur, Jacob Bron, een van de fijnste liefste die er rondlopen, heeft zich dat ook zeer aangetrokken. Ik was natuurlijk woedend, ja. Echt woedend. Maar er was helemaal geen ruimte voor woeden. Want ik moest vervolgens weer de laatste zin hernemen. En mijn première spelen. Nou, die is ontzettend goed gegaan in de pers en ook die avond. Maar ik heb toen wel even gedacht, ik wil niet meer in Velsen spelen. Want dit pik ik gewoon niet. Maar ik heb voor Jacob, met wie ik goed bevriend ben, dat natuurlijk wel gedaan. Ja. Die technische ploeg heeft daarna wel, het hoofdtechniek is wel door al het stof gegaan. Maar dit... Kijk, nu is het een prettige anekdote, maar ik heb nog 3 dagen lopen koken van... Ja, absoluut. Ja, maar zeker... Een brand al. Maar wie gaat er nou naar Atletico? PSV? In mijn herinnering... Ja, PSV-fans die het horen, zoek het even op. Want het was 2010. Ik geloof PSV-Atletico. En hoe reageerde zij? Jij komt daar beneden. Jij ziet daar die gasten achter een tv zitten. Nou, ik hoopte dat mijn zender uitzond. En Dennis Verhaag, mijn technicus, die had die zender al wel even uitgezet. Want ik ben er wel even ontploft. Ik zeg, ik heb godverdomme midden in de première, stelletje klootzak, et cetera, et cetera. Nou, waarschijnlijk heb ik gewoon daarna gewoon die wedstrijd gewoon uitgekeken. Want dat soort tuigen was het al. Echt waar, hoor. Echt waar. Dat zijn van die mannen die zitten er al veel te lang, jongen. Die interesseert zich geen fuck meer. Maar dat was echt verschrikkelijk. En later, ja, om met Alex Klaas te spreken, later lach je erom. Maar op dat moment is dat is wel een van mijn... Ja. Ik heb een paar keer gehad, ook met dat programma. Dat heeft iedere optredende artiest. Natuurlijk de mobiele telefoons en alles wat er kan gebeuren. En hartaanvallen. Ik heb het allemaal meegemaakt, weet je wel. Maar ook weer precies op de tv-registratie van de Wet voor het Grootsgericht in de Koninklijke Schouwburg. Daar ging dus een telefoon af. En die bleef maar afgaan. En op het meest emotionele moment van het programma. Want dat is de wet van behoud van de ellende. Dat gebeurt dan. Dat gebeurt niet meer in een goede grap. Ja. Dat gebeurt altijd. Dus het moment dat mijn oud-oom komt uit het Japanse kamp, het mannenkamp, gaat in Batavia op zoek naar zijn vrouw. En die twee vinden elkaar en lopen op elkaar af. En op dat moment, ring, ring, ring. Ja, en weet je, en het moeilijke is, later lach je erom. Maar je moet volledig in control blijven. Hè? Je moet niet boos worden, want de zaal vindt dit net zo vervelend als ik. Mm-hmm. En je hebt alleen jezelf ermee. Maar het zijn wel verschrikkelijke dingen. En ik was daarna eventjes Berend Boudewijn, mijn regisseur. Die zat in de coulissen, want we namen het op. En tegenwoordig hoef je niet in camerawagens te zitten, maar die zat daar gewoon. Mm-hmm. Weet je wat dat ja. allemaal? Dus ik stond er zo. Ik zei tegen de zaal, ik moet even aan mijn regisseur vragen, bij welk woord pakken wij het nu op? En ik hoor Berend, die zegt uit de coulissen, honger! Van zijn hele kamptijd heeft oom Jan honger nooit het ergste gevonden. Maar... Echt verschrikkelijk, jongen. Echt. En ik heb met tv-registratie, daar hangt wat aan mijn kont. En misschien heeft Erik van Muiswinkel die verhalen ook verteld. Maar ik kan ze me niet herinneren. Nou, maar het is ook al lang geleden dat ik met Erik heb opgenomen. Dus, nou, en al heeft hij ze wel verteld, vertel ze alsjeblieft nog een keer. Want ik kan ze niet vaak genoeg horen. In ons eerste programma, Mannen van de Wereld,
deed ik Boudewijn Buug. En Boudewijn Buug die kwam op een van de 250.000 eilanden waar Goethe nooit is geweest. En dan ging hij naar een boekhandel. En dan zei hij dus ook in het Engels: I'm standing here for the only boekhandel on Tituhatu. En I'm looking for the only egg of the dodo, et cetera, et cetera, et cetera. En op dat moment knalt mijn zender, weet je wel. Sorry, ik denk, dit is echt, denk ik, een van mijn favoriete stukken uit je hele oeuvre. Dus, ik ga je heel hard op. En je hoort die zender, pang, weet je wel. En toen moest het, en toen moest dus die scène, en die moet het hebben van, die is maar één keer leuk, ja, weet je wel. Want ja, maar die moet dan over. Dus ik weet nog hoe ik mijn reet heb zitten redden daarvan. Dames en heren, we gaan zo meteen deze hele scène overdoen. En komt Boudewijn, die komt weer op dat ene eiland waar Goethe nooit is geweest. En dat doet u net of u hem nog nooit heeft gezien. Zou u mij zo'n groot plezier mee doen? En maar in de tussentijd is die gewoon die halve komedie ontruimd. Want we wisten niet waar het lek zat. Ze konden het gewoon niet vinden. Zit het in de boksen? Zit het in de kabels? En op een gegeven moment duurt dat zo lang. Maar er was echt een elektrische storing, bedoel je, heel ontploft? Ja, de grote ramp was, het was uiteindelijk een batterijtje in de zender. Maar als ik dat zeg, dan wordt een technicus alsnog heel verdrietig dat het was. Maar ze hebben allemaal kabels zitten. En ze konden niks anders doen dan het publiek maar even naar het foyer te sturen, een kop koffie aan te bieden. Die zijn gewoon 20 volle minuten naar buiten gegaan. En die kwamen dus weer terug. En toen de zender doet het weer, dames en heren. Nou ga ik nog één keer als Boudewijn. Maar dat is ook wel voor sfeer in de zaal. Je krijgt een heleboel sympathie dan. Ja. Dus zij hoorden die tune waarmee de wereld van Boudewijn Buug altijd begon. Dus er kwam een soort ovationeel applaus waar je ook niet op zit te wachten. Want je wilde gewoon... Ja. Maar als ik die dingen op een rijtje zet, van alle zenderstoringen, hartaanvallen ook gehad. En want op die première was het brandalarm. Maar die keer dat we hem dus moesten stilleggen vanwege wat ik dacht dat een mobiele telefoon was. Was helemaal niet zo. Dat was een man. En die had een of andere hartritmestoornis. En die moest om de vijf kwartier een pilletje innemen. En daarvoor had hij een soort wekkertje bij zich. Maar hij kreeg dat wekkertje niet af. En hij is dus bovenop dat ding gaan zitten. Hij stuurde daarna een brief naar het impresariaat. Want hij dacht, is mobiele telefoon. Nee, dit is die kutwekker van mijn medicijnen. Hij ging er zo op zitten. Maar je bleef... En of ik hem daarna even op kon pakken op het woord honger. Maar het zijn van die dingen, weet je, als je dan zo je hele carrière doorneemt. Dat zijn rampspoeden, maar... Waar ik dan wel benieuwd naar ben, is het in de vorm die je nu doet, wat natuurlijk veel meer een vertelling is. Ja, ja. Is het dan makkelijker, want je moet op zo'n moment er ook wel even uitstappen. Je moet iets doen, ja. Is dat makkelijker in die vorm? Of is dat makkelijker in de cabaretvorm zoals je die eerder met meer Erik deed? Hey, dan ben je minimaal met z'n tweeën, weet je wel. Erik en ik hebben al een keer... We gingen het afscheid van Wim Kok in Carré. Daar waren wij voor gevraagd om dat te presenteren. En dat hele Carré zat vol met alles wat... De voormalig minister-president, ja, sorry, voor iedereen jonger dan ik. Voor Wim, ja. Nou ja, wij moesten niet meer doen dan mensen aankondigen en een tekstje tussendoor. En je bent een voertuigje voor die andere mensen. Je stelt je ook bescheiden op, maar toch een paar grappen geschreven. En dat begon natuurlijk een grote beamer en met alle verdienst van Wim Kok en een groot filmpje. En wij zijn nog tegen elkaar om 4 uur. Het zal gebeuren, jongen, op zo'n moment dat dan die film niet start. Nee, dat moeten we niet uitspreken. Dan moet je helemaal niet... Nou, we stonden nog geen 5 minuten op het toneel. Weet je wel? En Erik had een hele goede Marcel van Dam in huis. Dat was in de tijd natuurlijk een grote PvdA. Want je kon Martijn als Marcel van Dam gaan praten dat de beamer kapot was. Maar dat zijn, weet je wel, en gelukkig vloept dat ding ook aan. Maar je moet er niet aan denken dat hij niet meer aanvloept. Nee. Want je bent op een gegeven moment gewoon door je kruid heen. Ja. Dat heb ik alle grappen wel gemaakt. En, gelukkig stond Freek de Jong in de coulisse. En dus we hadden altijd kunnen zeggen, Freek, los jij het even op. Ja, maar ook publiek geeft het op een gegeven moment... Ook op. Er komt natuurlijk ook het punt dat je juist heel veel goodwill krijgt. Ja, maar publiek ziet ook weer mannen in een korte tijd 5 jaar ouder worden. met deze, weet je wel. Oh man. Ja, er zijn zoveel van die... dit zijn gewoon technische stoornissen. Maar los van alle blackouts. Dat heeft de beroemde witregel die op je afkomt, weet je wel. Ja. Die kent...
Mijn finest hour was ook bij een try-out van een van mijn solo-programma's. Ik weet niet meer welke. Maar ik stond in Enschede, heb je zo'n heel klein, fijn theatertje. Waarvan ik nu de naam kwijt ben. Ja, je hebt het heet het Carré van het Oosten. Het is, en dan daartegenover ja, heb is, je de... Je loopt door een restaurant heen en dan kom je op een soort heel klein carré'tje. Met van die, er kunnen geloof ik ook maar... Ik geloof dat de 100... Ik vind het zo erg dat ik nu de naam niet weet. Want het is een heerlijk theatertje. Je hebt het Wilmink Theater. Ja. En je hebt natuurlijk de Schouwburg. En dit is eentje, dat is op het Grote Plein in Enschede. Moet je een kroeg door en daarachter... Nou ja. Nee, nou goed. Heel leuk. Dus mensen zitten echt zo... Als je weet hoe het heet, ja, stuur het op. Sorry, ja. Heel erg dat ik het niet weet, want het is een ontzettend fijn dingetje. Maar goed. En ik zag het kakelen. Het ging hartstikke goed. En op het moment dat ik tegen mezelf zei, het gaat hartstikke goed, voelde ik... Er komt dan zo'n witregel, die komt op je af. Die zegt, ik heb nog 3 zinnen, dan weet ik het nog. Maar daarna gaat ik werkelijk geen... Dus daar kwam de zin. Ik zeg, pots. Ik zeg, dames en heren, dit is nou zo'n historisch moment. Daar mag u bij zijn. Dat ik heb geen idee, maar dan ook niet het flauwste benul hoe dit verder gaat. Maar, dan kent u Diederik van Vleuten niet, die heeft altijd zijn volledige tekst op de piano liggen. Dus die ga ik er nu even bij pakken. Ik loop op de piano af, maar van enige tekst was geen sprake. Want die had ik natuurlijk gewoon in de kleedkamer, die 2 trappen lager was. En toen, ik zeg maar tegen Dennis, hou jij... Zend er even open. Ik ga eventjes, kan ik de mensen meteen een fijne rondleiding geven door dit gebouw. Dus ik ga die trap af. En ik ben blijven praten van hoe de muren eruit zagen. En dan ben ik nu in de kleedkamer. Dan ga ik nu eens even rustig. Ja hoor, daar ligt het tekstboek. Oh, wat goed. En ik ga die trap op. En ik zeg, en dat is nou het mooie van Enschede. Hè? Dan kom je op, je bent je tekst kwijtgeraakt. Je staat met 10-0 achter. Maar dan ken je het Enschedese publiek niet. Als je dan opkomt, allemaal in de coulissen. Nou ja, dan krijg je een warm bad. Ja, krijg je maar 1 keer in je carrière. En ik denk dat nu ongeveer gaat gebeuren. Want ik kom nu op. En het is allemaal blinde paniek, weet je wel. Het is pure blinde paniek. En ik durf te wedden dat de helft van de zaal denkt, wat grappig dit. Ja, hoe heeft hij dit verzonnen? Het is zo leuk, gaat hij halverwege het programma gaat hij helemaal in de kleding. Deed hij alsof hij zijn tekst kwijt was. Ja. En wij waren erbij, weet je wel. Je krijgt nog steeds brieven daarover. Dat ze op die... Maar het zijn, weet je, op het moment dat je het overkomt, je zit eigenlijk, tenminste ik hoor, ik spreek voor mezelf, terug weg in de auto zit je nog te shaken. Mm-hmm. En je vraagt je ook af waarom eigenlijk. Want ja, mag het fout gaan? Voetballer geeft ook verkeerde paas. Daarvoor zijn het ook try-outs. Ja. Maar je wil het... Nou ja, de vraag is, ik denk dat het van het publiek, nou ja, dat merk je ook aan hoeveel goodwill je krijgt of dat ze dat meedoet. Ja. Mag het best fout gaan? Alleen mag het van jezelf? Mag het van jezelf fout gaan? En hoe erg vind je het allemaal? Maar... Ah, je moet niet een bedorven vis eten. Dat heb ik ook een keer gehad. Dat was er hangt iets om velzen. Als ik in velzen speel, is het altijd een beetje tricky. Ik hoor, dat was nog met Erik. Met Zak en As. Want ik stond net een half jaar op het podium, geloof ik. En we hadden een van de belachelijke openingsscène. Waarin Erik was Beatrix. Die had zo'n hoed op, of zo'n kapsel. Yeah. En ik was de lakei die ernaast stond. En hij ging dan de troonrede doen. Echt een soort cabaret wat je in de jaren 80 nog mee wegkwam. Weet je. En ik sta daar. En 5 minuten. En we hadden daar bij een visrestaurant. En ik had een soort groene poon gegeten. Althans, die heette niet groene poon. Maar hij was groen. Hij was groen geworden, ja. Hij viel al niet zo lekker in het pannetje. Maar 7:15 beginnen. En ik zat om 7:50 toch op die doos. Echt, het kwam mijn oren uit. En aan alle kanten. En die play die was ook nog ongeveer naast het podium, jongen. Dus ik denk ook dat de hele zaal dat gehoord heeft. En ik stond er met een krijtwit hoofd bij die openingsscène. In mijn hele lakeienpak. Toen zei Erik als de koningin. Voordat wij daar gaan beginnen. De lakei heeft vrij. Want de lakei is aan de scheiterij. Ik ging keurig met zijn uitgestreken hondenkop. Liep ik weer op die bril gaan zitten. Echt helemaal leeg gescheten. En dat zijn wel dingen... Ik vermoed dat de technicus die dat op heeft moeten ruimen, heeft gezegd, nou, als die van Vleuten hier nog een keer komt, gaan wij lekker voetbal kijken. Als je tegen iemand zegt, lakei en scheiterij, dan heb je een goed gevoel van. Maar dat zijn wel je worst nightmares, weet je. Ja. Ik zal nooit een hele vette bak met friet op gaan eten voordat je op moet. Of ik kijk toch altijd wel even wat er... Je moet het, daar is niks tegen te doen. Daar is gewoon niks tegen te doen. Maar ik ken ook collega's, die hebben het niet zozeer door het eten, maar gewoon vanaf de zenuwen, weet je. Want dat is weer een heel ander ding. Ja, daar kan je een aardige podcast over maken, hoor. Er zijn al meerdere collega's inderdaad langs geweest die inderdaad... Kotsend in de bak. Ja, kotsend in de bak of een emmertje aan de kant. Of, is dat toch, hè? En dan toch maar op dat podium gaan staan. Ja.
Ik weet een bepaald gerenommeerde acteurs bij ITA. Ik zal hun namen niet noemen, maar die dat ook wel eens in vertrouwen meegedeeld. Het is inderdaad in de coulissen een emmer. Ja. Maar wat doe je jezelf aan? En het gebeurt eigenlijk nooit op het toneel, gek genoeg. Ik heb nooit iemand op het toneel zien kotsen, maar ik heb misschien wel eens iemand af zien rennen. Zoals deze lakei die ik net beschreef. Ja, nou ja. Ken je die verhalen? Ik moet zeggen, ik weet dat Claudia de Breij vertelde dat ze zeker in het begin echt heel erg nerveus was. En dat voor de zekerheid had. Ik weet dat er nog wel een paar zijn. Maar volgens mij is ook Pieter Bouwman volgens mij ook. Oh, die zie ik daar wel voor aan, ja. Want die nam zelfs een eigen emmertje mee in de begintijd van Comedy Train. Want die stonden in kroegen en dan was er niet altijd een emmertje. Eigen emmer eerst. Maar ik weet niet of de emmer ook daadwerkelijk gebruikt werd. Volgens mij is het meer een soort het gegeven dat als het nodig zou zijn, dan heb je hem. Ja. Net als dat ik heb het zelf gehad toen ik begon. Natuurlijk gewoon comedy setjes. Dus dan heb je een lijstje met ik doe deze 6 onderwerpen. Ja. Die moest ik altijd maken. En ook een tijd lang dat ik het op mijn hand schreef. En daar wilde ik mee stoppen. Maar ik moest hem wel schrijven en ik moest hem in mijn broekzak hebben. Nou ja, 4. Daar haalde ik hem nooit uit. Nee, maar dat heb je. Maar gewoon de wetenschap. Ik heb hem. En als het nodig is. En dus ook zo'n emmertje in de coulissen. Ja, als het nodig is. Als je even zo opkomen. Want anders. En de schoenen moeten links en de tas rechts. Ja, daar kan je ook. Rituelen in de kleedkamer, joh. Jezus. Dat? Nou, ik heb ze niet erg, maar ik wel. Ik ben wel van een routinevoorbereiding, weet je wel. Ik moet niet met 7 man daarvoor gaan eten. Dat hoor ik Joep, die verhalen even Joep wel eens met de hele ploeg. En dan nog even dit en dan 5 voor 8 het podium komt opwandelen. Nou, echt. Ik moet gewoon rust hebben. Want anders, wat anders, weet je wel. Je speelt altijd. Ja. Maar er moet er zeker rust en regelmaat. Gewoon 5:30 aan tafel. 5:30 mag ook al, maar niet 6:10, want dan... over dat verhaal gesproken. Over voorbereiding. Nee, maar mijn mooiste moment. Nee, maar weet je wat mijn mooiste... Hoi, Wouter hier. Ik vind het te gek dat je Elektra kijkt en luistert. En ik zou het nog veel toffer vinden als je ook even een duim omhoog geeft. Want dat zorgt ervoor dat de podcast groeit hier op YouTube. Laat vooral ook even een berichtje achter in de reacties en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet al gedaan had. Dat is helemaal gratis en als je ook nog op die bel klikt, krijg je meldingen als er nieuwe afleveringen zijn, zodat je nooit meer wat mist. Wil je me steunen bij het maken van de podcast? Doe dan een kleine of grote donatie. Dat kan via de bedankknop hieronder of via elektrapodcast.nl. Zo, snel weer terug naar Diederik. Mijn mooiste moment. Nee, maar weet je wat mijn mooiste... Zakkenas, ik zat er net een half jaar bij. Wij moesten spelen... Nee, dit verhaal geloof je. Wij moesten spelen in Lelystad. Ja. We gingen met de trein. Dus Jus, Erik en ik zitten in de trein. Het was de tijd dat ik nog rookte en we zaten nog lekker. En je kreeg, dames en heren, wij naderen station Lelystad, eindhalte van deze trein. Gelief allemaal uitstap, vergeet uw bagage niet, al dat soort verhalen. En we gaan langzaam naar Lelystad. En ik zat nog, eindhalte van deze trein. Ik dacht, ik ga eerst een rustig mijn checkie afdraaien. En daar heb ik alle tijd voor, want dit is de eindhalte van deze trein. En dan stap ik op een gegeven moment uit. En dan en ik zat te draaien. En Jus en Erik zijn al de trein uit. En het was al na het eten, want we zouden deze keer om 7:30 verzamelen of weet ik het wat. Want we kwamen allemaal ergens anders vandaan. En ik zit daar te draaien. En ik zie die 2 koppen. En ik zie alleen... Ik zie Jus en Erik, die kijken voorbij staat op het station. En die kunnen alleen maar zo doen. En die trein, die rijdt weg. Maar die rijdt niet weer naar Amsterdam. Was dat nou maar zo? Want dan had ik gedacht, volgend station is Almere. Ja. Maar het was veel enger. Die trein die reed... Ja, naar een plek waar ik dacht, daar is geen spoor mee. Want dit is de eindhalte van deze trein. Dus ik dacht, misschien gaan we wel naar Zwolle. Ik weet niet of die lijn al was aangelegd. Ik geloof het niet. Maar het was ook al aardig donker aan het worden. En ik zit daar en alle lichten in die trein gaan uit. En in mijn herinnering heeft dat 1/2 uur geduurd. Het slaat nergens op. Die trein waarschijnlijk 5 minuten. Maar ik ging helemaal van die voorstelling gaat niet door. En we komen opeens, ik zie in de verte een soort heel klein keetje... Waar een soort licht uitkomt in een soort David Lynch film. Daar zitten 3 schaduwen. Echt 3 mannen zaten daar te kaarten. Oh, ja, en ik mijn hoofd uit de trein. Ik zeg, heren, ik zit nog in de trein. Die een van die kon ik krijg nou wat.
Hij zegt, wat is er gebeurd? Zeg, ja, die deur ging dicht. Maar die deur ging dicht. En weer, godverdomme, 5 minuten heb ik de tijd voor de maat. Echt zo'n platte Amsterdammer. Hij zei, waar moet je heen? Ik zeg, ja, ik moet naar Lelystad. Dat lijkt me nogal logisch, maar ik moet optreden. Is er nog, hoe laat moet jij optreden? Ik zeg, nou, 8:15. Nou, echt Amsterdammer. Nou, ik denk, als we ons een beetje best doen, dat jij het nog net gaat halen, vriend. Weet je. En dan kwam dus uit de duisternis, ging opeens de lampjes weer aan. Die trein gaat heel langzaam terug. Die heeft ergens van spoor gewisseld of een wissel. Ik weet het echt niet. Oh, wat goed. En toen was hij ook nog wel zo om te zeggen, dames en heren, in coupé 5. Wij naderen station Lelystad. Iedereen. Justus en Erik hadden inmiddels al bij de kassa verteld. Er komt zometeen waarschijnlijk een krijtwitte, bezweten man aangerend. Maar dus, maakt zich geen zorgen, dat is ons pianist. Stuur hem maar meteen door naar het podium. Dus ik ben door mijn eigen publiek. Oh, wow. Door die dat is wel een van mijn meest. Weet je. Er gaat alles door je hoofd op dat ene moment. Ik dacht echt, waar gaat die trein heen, joh? Ja. En die gaat zo, die gaat stilstaan. Die gaat de eerst komende 3 maanden niet rijden. Er komt niemand controleren. Dus op een gegeven moment zien ze een aankomende cabaretier. Een geraamte met spinnenwebben. Die is zo happend naar de laatste adem vergeten. Ja, dat zijn wel. Dus een goede voorbereiding, dat zou ik misschien. Ja, en hoe ging de show daarna? Ja, de eerste half uur was ik nog even ergens anders, hoor. Ik heb het wel. Maar ik speel in de tijd met name veel piano. Ik had een enkele zin. Het was het eerste programma. De Nationaal Kampioen. Dus het was niet meteen dat ik ook meteen een monoloog had. Waar overigens Wim Kok ook al in voorkwam. Is dat zo, in de Nationaal Kampioen? Ja? Toch? Maar Wim Kok, hij is niet een sterke leider, Wim Kok. Hij is een slappe miet. Dan heb jij een beter geheugen dan ik. Jezus, ja, die slappe miet. Oh ja, dat Erik als... Ja. Pff, nou, ben ik helemaal vergeten, joh. Slappe miet. Ja. Ja. Toen moest er een nieuwe sterke leider komen. Oh man, maar als je het allemaal op een rijtje zit, hè? Wat er allemaal fout, bijna fout. Maar denk je ook niet dat bijvoorbeeld zo'n gebeurtenis, dat je dus moet haasten en überhaupt denk, kom ik hier ooit nog weg, je ook de rust geeft om dan 20 jaar later in Enschede gewoon de rust te hebben om te zeggen, je bouwt het wel op. Loop nu naar beneden. Er is namelijk geen enkele keus. Ik moet dat tekstboek gaan halen, want anders gaan we niet verder. En dan kan je maar beter in je paniek proberen daar. Het is een beetje Engels ook. Je moet je nederlaag altijd brengen als een grootste overwinning, weet je wel. Je moet zeggen, en daar mag u bij zijn, dit historisch moment dat ik mijn tekst niet weet. Maar het mooie is, ik ga nou dat tekstboek halen. Ja. En hoe ik dat ga doen, dat is fenomenaal. Let op, ik ga eerst af. En dan hoop dat ook niet dat dat ding op slot zit. Hopen ook dat hij daar ook echt ligt, weet je wel. Want je krijgt... Dat ook nog. En maar zogenaamd in control blijven. En dat zijn wel mooie dingen. Waar ik wel ook benieuwd naar was. Ja. Want je zei, je had de première van Daar Werd Iets Groots Verricht. Ja. Daarvoor natuurlijk ook al try-outs gehad. Ja. Toen had je al een hele carrière met allemaal programma's die juist wel heel veel lach hadden en gewoon heel veel grappen. Ja. En dan ga je opeens, ondanks de voorbereiding, maar er komt een moment dat je voor het eerst op het podium gaat staan. In de wetenschap. Ik ga nu gewoon een vertelling doen. In de wetenschap van niks eigenlijk, ja. Nee, precies. Maar geen idee hoe het van. Maar geeft dat ook niet een soort angst of ongemak? Ik kan me voorstellen dat er namelijk ook mensen komen kijken die denken, nou, dit is Diederik van Vleuten in zijn eentje. Nou, ik zou je vertellen. We gaan ervoor. Mijn impresario Helga Voets, die had het ontroerende idee gehad. Dat ze zei, je gaat zometeen die allereerste try-out race doen, maar we hebben ook nog de finale van het Leidse Cabaret Festival altijd met een gast optreden. Het zou misschien leuk zijn als je gewoon tijdens het juryberaad, dat je gewoon die mensen in de zaal een beetje vertelt wat je aan het doen bent. Nou, dat moet je tegen mij niet zeggen, want ik dacht, ik ga dan meteen eventjes een gestroomlijnd half uurtje neerzetten. Met mensen die al tot 11 uur waren murgbeukt. Van allemaal aankomende talenten. Die zaten niet helemaal te wachten op iemand die eens even een mooi verhaal. Die zitten op één ding te wachten. De jury, dat is de uitslag. Ja. Maar daar zat helaas Diederik van Vleuten nog even tussen. Ja, dat heeft zich in volstrekte stilte heeft zich dat afgespeeld. Hè? Wat was dat fenomeen? Ja. Maar ik vond wel mooi dat er zaten een heleboel mensen in de zaal. En die zeggen, ja, wij snappen ook wel, dit was gewoon het verkeerde man op de verkeerde plek. Ja. Maar die hadden allemaal door. Dus onwijs mooi materiaal, man. Alleen, je had aan het begin van de avond of gewoon überhaupt op een andere avond moeten zitten. En het was heel goed bedoeld.
Maar ja, jezus. Ja, dan weet je even hoe het voelt. Als een zaal die zit aan te kijken van... waar gaat dit over? Ik had het nog wel gezegd hoor, waar het over ging. Maar volkomen geprogrammeerd eigenlijk. Ja. Met de allerbeste bedoelingen. En toen was ik toch al wel gelijk door heel wat wateren gewassen. Want je denkt, oh ja, wacht even. Dan sta ik volgende week in het M-lab van Joop van den Ende in Amsterdam-Noord. Dat bestond toen nog. Mm-hmm. En daar heb ik dus een historische... historische eerste. Er zijn mensen die nog altijd beweren dat ze daarbij zijn geweest. En dat weet ik ook. En die refereren daar nog altijd aan. Dat was een double bill. Prins in Paradiso. En ja. Diederik van Vleuten in M-lab. In het M-lab. Nou, en wat had ik gedaan? Zo werk ik altijd. Ik had alle scènetjes had ik in steekwoorden op van die kantoren. Van die systeemkaartjes, weet je wel? Ja. Ja. Dus daar stond bijvoorbeeld intro Oom Jan. Kerstavond bij de Van Vleutetjes. Indië 1863. Foto opa. Nou, et cetera, et cetera. Ja. Dus we hadden deze tafel, maar dan twee tafels naast elkaar. En ik had al die dingen die ik zou gaan doen die avond, had ik zo die kaartjes neergelegd 's middags. Omdat even zo, twee tafels, hè? Berend Boudewijn, mijn regisseur, die staat zo bij die kaartjes. Want die zit zo naar te kijken en die zegt, we hebben het nog niet getimed. Maar laten we ons in ieder geval voornemen dat we alles op z'n minst één keer uitspreken. Dat hebben we die avond gedaan. Dus ik begon om 7:45. En ik kakelde maar door. En op een gegeven moment was het pauze. Had ik ook aangekondigd, een pauze. En ik ging eigenlijk heel goed gemutst de trap op. Dennis, mijn technicus, loopt erachteraan. Hij zei, gaat hartstikke goed. Ik zeg, hey Dennis, hoe laat is het? Zal het zijn 9:50? Nee, het is 9:50, Diederik. 9:50. Aha, we hebben nu 20 minuten pauze. Dat betekent dat we op z'n vroegst 9:50, 9:15 beginnen. En dan zijn we nauwelijks in Indië. Dus dan hebben we een klein probleempje. Dus ik ben daarna het podium op. Het was ook inmiddels 38 graden in die zaal. Ik heb gezegd, dames en heren, we hebben een klein probleem. Dus eerste try-out. Ik heb met mijn regisseur gesproken dat ik gewoon alles ga vertellen. En dan de voorstelling morgen zal een beetje ingekort zijn. Maar ik moet het toch doen. Mocht er mensen zijn die het pontje nog moeten halen naar de overkant. Voelt hij zich vrij om op te staan. Nou, die voorstelling heeft gewoon tot 12 uur geduurd. En op een gegeven moment zijn er echt een paar mensen bovenin opgestaan. Die riepen, meneer Vlut, ik vind het zo jammer. Maar we moeten die verdomde pont halen. We weten niet hoe het afloopt. En dat was ook echt, weet je wel. Dat je leert in korte tijd. Ja. Je leert alles. Je leert alles. Dus als ik nou bijvoorbeeld iemand regisseer of als ik zelf stukken schrijf, dan zeg ik, hou het nou gewoon even bij die 18 kantjes. Niet 24 is te lang, niet 36 al helemaal. Doe nou gewoon 18 kantjes. Liefst 16. Gewoon 16 A4'tjes. Op Verdana 12 punt. Dat kan je timen. Ja. En als je dat rustig uitspreekt met de normale ademhaling ertussen en je pakt dus een watertje en een dingetje, dan zit jij zomaar rond de 1,5 uur ja. Met naar tekst zoeken. En dan kun je daarna altijd nog. Maar begin nou. Maar dat ik tegen iemand kan zeggen, hou het. Dat heeft te maken met die twee tafels. Ja, ja, ja. Met 124 kaartjes erop. Maar ik heb nog altijd mensen die me daar nog op aanspreken. Van, ik was, weet je, meneer Vleuten, ik vind het zo leuk. Het is het vierde programma wat ik van u zie. Ik ben in de tijd in M-lab geweest. En ik was die man die om 12 uur weg door het pontje. Maar dat zijn leuke dingen, weet je wel. En op het moment. Je bent als een kip zonder kop bezig. Ook na al die ervaring die ik al had. Want we hadden Studio Spaan gemaakt voor televisie. Mm-hmm. Over tijdsdruk ja, gesproken. En over kort heel, en bondig. Ja. Met Erik 7 programma's. 6 programma's met Zak en As. Televisie, kopspijkers. Allemaal dit en dit. En dan kom jij met je solo en leg je eens eventjes 125 kaartjes neer. En dan zegt Berend, laten we in ieder geval op zijn minst even allemaal uitspreken. Dan weten we ook meteen hoe lang we zijn. Nou, dat hebben we gezien. En voor de duidelijkheid, ik moet hier aan denken omdat ik gewoon het beeld heb. Een avond die lang duurt en warm. Ja, tropische temperatuur mogen we wel zeggen. Tropische temperatuur, nou, past heel mooi bij het thema. Heb ik ook gezegd, ja. Maar... Heb jij ook wel eens mensen gehad, en nogmaals, niks te nadelen van jou, maar het is gewoon een voorstelling waarbij je fijn zit te luisteren naar een goede verteller. Ja. Er moeten mensen bij jou in slaap zijn gedommeld. Zeker. Niet omdat ze niet, maar... Nou, ik zou je zeggen, ik heb op de, dit zal de Hare Majesteit niet fijn vinden om te horen. Nee, ik moet zeggen, zijn de koninklijke hoogheid. Want ik heb op 2 jaar geleden,
Drie jaar, ik weet in principe niet. 2018 of zoiets, was ik gevraagd op de 4e mei om te spreken in de Nieuwe Kerk. De ik wou zeggen de oudejaarsconferentie, hoe heet het? De nationale redenvoering, de nationale toespraak. Het heet anders, maar het is met de herdenking op de Dam. En daar zit altijd een lezing voor. Voorafgaande aan de kranslegging. Ja. En toen waren Willem-Alexander en Maxima. Die waren net 's middags uit Griekenland van hun vakantiestulpje teruggekomen. En als je die opnames nog terugziet. Dat meen je niet. Ja. Dus, je ziet Willem-Alexander die zachtje af en toe zo. En ik wist dat hij uit Griekenland was teruggekomen. Maar dan heb je toch altijd mensen die zeggen: ja, wat een slaapverwekkende redenvoering van Diederik Vleuten. Nou, ik weet precies hoe het zat. Maar dat zijn ook wel momenten hoor. Om daar. He, weet je, dus alles wat je in je hoofd hebt, wat er fout kan gaan, weet je, als je even terugdenkt aan de lakei aan de scheiterij, dan denk je, dat is één moment dat ik niet aan de scheiterij wil. En dat is op 4 mei tussen 3:07 en 12:07. Want dan moet ik mijn stukje doen. Ja. Ja, dat was wel spannend, ja. Ten meer, er zat een orkestje voor mij. En zo'n klesmer ding. En kijk, je moet zo'n stuk wordt, die hele avond wordt 4 keer gerepeteerd, 's middags. Want het gaat ongeveer met een atoomklok. Weet je wel, en dan komt de koning binnen en dan gaat iedereen zitten. En de kamervoorzitters en de 2000 oorlogskinderen en veteranen. En die moet echt om 7:55 op z'n laatst klaar zijn. Ja. Dan moet de stoet naar buiten. En dan moet niet denken, oh, het is al 7:50. Zeg majesteit, zou je die kans niet leggen? dat dus niet. Nou ja, en het is niet alleen een hele grote gebeurtenis, maar het is ook een televisieproductie van enorme omvang. Het is nationale televisie op zijn allerbest. Ja. En ik zat naast de ceremoniemeester. En je maakt zo'n tekst en die moet een paar weken van tevoren. Die gaat langs de hoge omers. Ja. Want er moeten geen dingen in staan die we niet willen horen. Maar ik zat zo naast in de ceremoniemeester. Dat is een beetje terwijl die kerk zo vol liep van. Hé, maar stel nou dat ik. Mijn tekst ligt daar. Maar stel nou dat ik zou gaan zeggen. Dames en heren. Als er iemand een hekel heeft aan het vorstenhuis, dan ben ik het wel. En ik ga deze kans eens even te baat nemen om te vertellen. Hij zegt, nou, op het moment dat je zegt, als er iemand is die een hekel, dan zien we al dat je van je tekst af bent. Dan zwenkt de camera heel mooi naar de hoofdingang of naar een mooie kroonluchter. En dan ben je er gewoon helemaal niet meer. Dan ben je al lang heel rustig weggebracht. Met een pilletje en een spuitje. Maak je daar maar geen zorgen over. Dan ben je al lang niet meer in deze kerk. Ik heb toch eens gevraagd, weet je wel. Ja. Ook gevraagd van, wat gebeurt er nou als iemand daar in de zenuwen flauw valt of zoiets? Hij zegt, ja, dan dat draaiboek ligt er gewoon. Ja. Dan zeg ik, sorry, de spreker is niet in staat en dan maak ik het even af. Weet je wel, dat soort. Maar je wil het toch weten, omdat al die dingen die je in je carrière hebt meegenomen van scheiterij tot met brandalarm tot, weet je wel, ik bedoel, als de koning omvalt, heb je ook een probleem. Absoluut. Voor alles ligt daar draaiboeken. Ja, ja, ja. Dat waren wel hele. Ik weet niet hoe we hier ook kwamen, maar dat waren wel hele spannende tijden. Via mensen die in slaap vielen tijdens voor. Oh ja, dat was ja, daar heb ik daarna trouwens nog een ongelofelijke blunder gemaakt. Nou, dit vindt de koning niet erg als ik dit vertel. Want het zegt veel meer over mij dan over de koning. Maar na afloop, en dan is het een kranslegging. En dan mag je dus, als je gesproken hebt, dan ben je tot het exclusief gezelschap. Wat naast de Dam heb je een monument, heb je een of andere herenclub. Ik weet nou even niet hoe die heet. En daar wordt nog even een kopje koffie met alle kransleggers. En de afterparty. En koninklijk, ja, en de afterparty. Met ook de minister-president en de... Hoe heet het? De koninklijke... Maar ik was zo ontzettend opgelucht dat een van de... Ja, dat is gewoon mijn finest hour. Want voor de nationale televisie moet je dat zo goed mogelijk doen. En ik was zo blij. En ik was opeens moe, jongen. Want ik had al die dagen zorgen gemaakt. Dus ik zat zo een beetje en ik had een biertje in mijn hand. En Gerdy Verbeet, de kamervoorzitter toen nog, die zei, nou, zometeen zal de koning je wel een handje geven. En dan, ik zeg, wat moet ik dan zeggen? Helemaal niet, dat is een hele rustige... U zegt gewoon... zie maar. En als hij vraag stelt, geef je gewoon de antwoord. Je zegt gewoon koninklijke hoogheid en verder niks aan de hand. Maar ik zat er zo lekker met een biertje. Wat er ook gebeurt. En opeens komt Alexander, Willem-Alexander, die komt daar aan. En die maakt dit, hij komt hem af en hij maakt dit gebaar. Zo van, hij voelt het kennelijk mooi. En ik zei allemaal, hey, hallo. Dat kan je natuurlijk. Maar gewoon uit pure opluchting, weet je. Ja. En het rare is, die mensen die ken je je hele leven al.
Wat die, dat zijn een soort, ik wil niet zeggen stripfiguren, maar het zijn iedereen kent, ja, kent de koning en de koningin en zo. En dat zijn bijna bekende. Het slaat natuurlijk nergens op. Ik heb als een klein jongetje ook een keer, kwam ik Wim de Bie tegen op de Dam. Ik zei, hey Wim, slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Hij wandelt ook gewoon door. Maar waarom zou je dat zeggen? Ja, omdat hij elke zondag op de tv is. Ja, precies. Jij ziet hem elke week. Ja, hey, dag Wim. Ja. Nou ja, maar omgekeerd zullen er mensen zijn die al 20, 30 jaar naar voorstellingen van jou gaan. Ja, die jou tegenkomen. Ik heb het regelmatig. Ik heb het regelmatig. Nou, ik heb het bij de BP in Zaanstad, bij de tank. Zij zegt, goos tegen me, die stond er met een paar vrienden. Jij bent toch van de Vlaamse pot? Ik zeg, ik ben niet van de Vlaamse pot. Jawel, jij bent van de Vlaamse pot. Jij bent de Frans van Deursen. Ik zeg, ik ben Frans van Deursen helemaal niet. Jawel, jij bent... Jongens, die gozer van de Vlaamse pot. Hey, mogen we met jou even op de foto? Ik zeg, ja, je mag hem best met mij. Maar ik ben niet van de Vlaamse pot. Tuurlijk ben jij van de Vlaamse pot. En ik stond daar om 2 uur 's nachts bij de BP in de Zaanstad. Tussen 4 mensen die tot op de dag van vandaag denken dat ze met Frans van Deursen van de Vlaamse pot op de tv of op de foto. Wauw. Maar dat, ja, dat is... Maar goed. Wat goed, voor wie nu denkt de Vlaamse pot, wat ja, dat is was, dat? Dat was een comedy-serie in de jaren 90 over een homostel. Ja, dan zeg je het heel goed. Voor die laatste bespreking. Over een homostel dat een restaurant runde geschreven. Jaren 90. Toch? Ja, 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 ja. Door Frans van Deursen. Frans van Deursen, ja. Ik zat te twijfelen of ze hier vonden lijken op Frans van Deursen of op Serge-Henri Fauque. Hij zei Frans van Deursen. Ja, jij bent Frans van Deursen, ik neem aan. Of dan worden die zijn geweest. Wat ik me eerder te binnen schoot. Ja. Je zei op een gegeven moment over mensen dat er een telefoon afging. Ja, en hebben we allemaal. Hè? Ja, dat heeft iedereen. Ja. Maar waar ik vooral benieuwd naar was. Je zei, je kookt van woede of weet ik wat. Of je wil natuurlijk uitvallen, maar je moet. Ja. Is dat iets wat je door schade en schande hebt geleerd? Ben je wel eens uitgevallen? Ik heb al één keer gezegd, niet tegen iemand, maar het was ergens op de vijfde rij. Dat was al de vierde telefoon die afgaat. En dat was in de Comedie. Ik was moe. Het was de laatste van een week. Ik had een week gespeeld. En het was dus de zaterdag. En ik was gewoon, ik moest er echt alle zeilen bij zetten om een goede voorstelling te maken. En toen ging er weer eentje af. Toen heb ik gewoon gezegd, als nu nog één, dan ben ik gewoon echt weg. Ik ben echt weg. Mensen die mij kennen weten dat ik echt nu wegloop. Dus nu gaat die godverdomme... Iedereen dat ding uit. En één ring en ik ben weg. Nou, niks meer gehoord. Maar de eerste 10 minuten ben je alle zaalreactie kwijt. Ja, iedereen zit te wachten als hij gaat. En wat gaat er dan gebeuren? Maar dat gebeurt me zelden hoor. En toen een vriend van mij zat in de zaal. Ik zeg, kom wel zien dat je moe was. Want dat doe je gewoon. Ik ben niet als Theo Maas, geloof ik, die verhalen van een telefoon oppakken en ongeveer in de fik steken. Ik weet niet of Theo was, maar goed. Nee, dat soort, die hoor je ook. En de huid vol schelden, dat het past niet bij me. Kijk, ik ga toch echt vanuit dat mensen doen dat niet expres. Nee. Weet je wel. Het is gewoon domheid, stomheid. Maar je moet nou toch zo langzaam weten als je een theater in gaat doen. En dan nog kan je het vergeten. En je weet ook van ring, iemand doet hem uit. Ik zeg, nou, ik wacht nog even. Want over binnen 1 minuut denk ik dat we de voicemail krijgen. Dus laten we daar even op wachten. Ring en daar is hij. Zeg even dat we in een voorstelling zitten. Weet je al. Dan heb je de zaal nog mee ook. Maar je zit al wel weer, waar ben ik, hoe laat is het? En het is gewoon kloten. En je hebt er heel veel mee te maken. Alleen ik heb er nu een hele fijne. Ik kom op en ik zeg, ik was gisteren in Stadskanaal. En daar ging 5 keer de telefoon af. Maar het mooie van hier in Wageningen is dat het hier nooit gebeurt. En dat vind ik altijd zo fijn om in Wageningen, dat je het zeker weet, hier gaat nooit een telefoon. En op hetzelfde moment zit iedereen nerveus te rommelen. Maar wat moet je? Moet je opkomen van, dames en heren, wilt u uw telefoon afzetten? Dan is alle magie, alles is weg. Ja. En zo'n luidspreker, dames en heren, wat ze in het concertgebouw doen, dat is ook niks. Dus je moet ieder zal zijn eigen weg vinden. Ja. Maar ik heb toch een paar zeer ongelukkige momenten meegemaakt. En je wil het gewoon niet. Maar die kerel die op zijn medicijnkastje ging zitten, dat was al de mooiste. Maar dan wel weer tijdens een televisieopname. Dat is dan de wet van behoud van de linde. Ja. Dat het daar gebeurt. En je zei ook, je hebt ook mensen in de zaal gehad met hartaanvallen. Ja. Dat is minder leuk voor die mensen. Twee keer. Want als dat werd iemand weggedragen. Als er iets beslag legt op de sfeer. Ja. Ja, dat is ook helemaal niet leuk. Je hoort al een tijdje een reuring en dan hoor je iemand woehoe. En dan hoor je een boem. En dan ligt iemand op de grond. Ik heb dan wel altijd de volgende dag even, die mensen die worden weggedragen of die gaan naar buiten, wel even contact opgenomen met theater.
van hoe is dat afgelopen? En is dat... Ik heb geen doden meegemaakt, maar wel mensen met een soort attack of wat dan ook. En dan kreeg ik later, bijvoorbeeld zes weken later... kreeg nog altijd een briefje. Nou, ik was die meneer of mijn man dit en dat. Maar het is allemaal goed gekomen. Ik vind het toch fijn om even te weten. Want het maakt een enorme indruk, weet je wel. Het is gewoon helemaal niet fijn. En je voelt al... Je voelt dan een tijdje van... Het is daar een beetje onrustig, weet je wel. En dat zijn niet leuke dingen. Want hoe speel je verder nadat zoiets... Ja, je moet toch... Je moet verder, even benoemen. Maar... Gewoon even benoemen. Zeg, dames en heren, ja, het is heel fijn. We gaan even de draad oppakken. Ik pak me even terug. Honger. Ja, honger. Oom Jan heeft honger nooit erg gevonden in het Japanse kamp. Ja. Maar je moet wat, weet je wel. En iedereen zal er zijn eigen gebruiksaanwijzing voor hebben. Maar het zijn, dat zijn de minder leuke dingen. Ja. En ik ben natuurlijk ook niet een stand-upper. Ik zit in een verhaal. Nee, daarom ook al eerder mijn vraag. Maakt het makkelijker om eruit te stappen en iets te doen? Of juist... Nou ja, het principe is lastiger. Je pakt hem even terug, maar als het op een heel emotioneel moment in het verhaal, dan ben je, dat is gewoon kloten. Ja. En dat is me een paar keer gebeurd, dat precies op dat moment. Ik heb ook, wat ik vanavond gespeeld, er zit één stilte in. En die is zo intens en die is zo belangrijk en die valt ook iedere avond. En je voelt een enorme... Er zal ook niemand hoesten op dat moment, weet je wel. Het is echt absoluut stil. En ik kan het 30 seconden, ik kan het 40 seconden aanhouden. Je zit heel erg... En ik denk maar één ding, iedere avond, niet nu een telefoontje, niet hier. En de man die dan het telefoontje heeft, die wordt ook ongeveer gelyncht door de rest van de zaal. Weet je wel, maar... nou ja, god, jezus. Ja. Het zijn wel dingen waar je als solist... En dat, even om je vraag terug te komen. Als je met z'n tweeën bent, dan heb je natuurlijk... Ja, je bent met z'n tweeën. Dus of de een reageert of de ander. Dat moest ik ook heel erg leren toen ik in mijn eentje was. Als ik de tekst kwijtraak, dan is er maar één iemand die het kan oplossen. Dat is degene die de tekst op dat moment kwijtraakt, dat ben ik. Ja. En bij Erik, eigenlijk met Erik, dan als Erik zijn tekst kwijtraakte, dan... Dan lulde hij wel weer met wat anders door. En als ik hem kwijtraakte, dan... Weet je, daar kom je altijd uit. Ja. Zou je niet eens aan mij vragen? Weet je wel? En dan... En je energieverdeling, hè? Dat is ook... Als je uit een duo komt of uit een trio... en je moet dan in je eentje... Dan leer je wat de energieverdelen is. Ja. Je denkt, ja, ik moet nog 1,5 uur. Ik had een programma Buiten Schot over de Eerste Wereldoorlog... en daar speelde ik aan het eind... speelde ik een gedeelte uit een pianoconcert... dat Maurice Ravel schreef... Pianoconcert voor de linkerhand. Dat schreef hij voor een soldaat, een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, die zijn linker of die zijn rechterarm, ja. zijn rechterarm kwijt was. En dat had ik zo ontzettend gestudeerd, dat kon bijna niet fout gaan. Maar de eerste keer onder spanning, dat helemaal aan het eind. Je hoorde de orkestintro, maar dan speelde ik vervolgens wat er kwam. Dat was het laatste stuk, het slot. En ik was zo blij dat ik het hele tekstgedeelte, die 85 minuten... En toen hoorde ik dat orkest inzetten. En op dat moment... Nee, maar wacht even. Nou moet ik nog... Godverdomme, nou moet ik nog naar die piano. Het ging goed. Maar je leert meteen... Nee, voorstelling is echt 90 minuten. Ja. Is echt helemaal tot het eind. En je moet... En nogmaals, als je met z'n tweeën bent... Je trek je elkaar er altijd door. Maar als solist... Dat zijn dingen die je heel snel leert, hoor. Ja. Maar rustig. En ook als je even gaat zitten op een stoeltje, dan moet je ook echt even van het zitmoment gebruik maken. Niet door deze. Maar je neemt even je rust. Er zijn teksten waar je ook als je doorpraat toch rust neemt. Dat zijn gewoon ontspannen momenten. Omdat je weet, hier kan niks fout gaan. Welke afslag ik moet nemen, komt altijd goed. En dan ben je toch al bezig van, ja, want zo meteen moet ik dat. Daar ziet de zaal helemaal niks van. Maar dat is wel wat er intern bij je gebeurt. Ja. Maar dat leek me ook zo vervelend, dat verhaal wat je aan het begin vertelde van de brandalarm bij die première. Ja, dat was verschrikkelijk. Dan zit je nog, natuurlijk heb je try-outs gehad, ja, maar al dat soort momenten zijn dan allemaal nieuw. Dat je dat aan het ontdekken bent van het verdelen, van alles zelf moeten doen en niet terug kunnen vallen op iemand. Ja, ik dacht echt, nou ja, dit zal dan wel bij mijn carrière horen. Ik ga nu maar gewoon zeggen dat ik ga kijken waar een technicus is om het op te lossen. En die sympathie van de zaal, die voelde je wel. Want iedereen wist, dit is de eerste keer dat hij hier staat. Maar het was wel wonderbaarlijk, hoor. Het was echt wonderbaarlijk. En dat wil ik ook niet meer meemaken.
Ik denk dat ik nu veel feller op zou reageren. Omdat die eerste keer was zo'n absurd gewoon dat het gebeurt. Maar ik denk dat ik nu echt wel even gezegd had, zet die zender even uit. En dat ik technicus toch wel even bij strot. Maar ja, uiteindelijk heb je alleen jezelf ermee. Ja. Je moet in controle blijven. Je moet gewoon. Ja, goed. Top. Maar, ja. Dankjewel. Nou ja. Dat was hem, de Elektra podcast met Diederik van Vleuten. Geef een like als je het een leuke aflevering vond. Schrijf even een berichtje hieronder en abonneer. Om te doneren klik je op de bedankt knop of ga je naar elektrapodcast.nl. Wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, ergens kan zien optreden? Kijk dan op woutermonde.nl. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!